Hoi! Ja, ik merk het. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn weer met z'n tweeën. We zijn met z'n tweeën, Diopenotti. Heel fijn, ja? Lisa. Je deed het wel heel goed. Ik vond het wel interessant om naar je te kijken. Oh, die vlog? Ja, je was in je eentje. Dat was leuk. Ja, dat was leuk. Ik kreeg ook hele mooie reacties. Ja, het was grappig. Ik heb er drie opgenomen. De eerste heel erg, want ik voelde me niet zo goed, hè? Dat zag je wel. Maar ze was, hallo, jij hebt best onder je staan. Toen dacht ik, nee, gewoon eerlijk vertellen. En volgens mij, dat was wel oké. Grappig. Ja, maar ik ben heel blij dat je er weer bent. Ik vind I am zonder I niet leuk. Nee, daar zijn we echt wel achter gekomen deze week. We hadden weer allerlei interessante ontdekkingen. En inzichten. Wat dan eigenlijk? Nou, dat vooral. Ja. Dat we heel erg dit samen doen. Ja. En dat we elke keer, want er zijn vast genoeg vrouwen die een eigen bedrijf hebben. Of dit herkennen of gehad hebben. Maar dat, voor je het weet, ben je alleen maar heel hard aan het werk. Ja. En voel je misschien niet meer precies wat en waarom. En dat gaat heel snel, kan ik je vertellen. Dat je alleen nog maar heel hard gaat werken. Ja. Want we hebben er van alles naast. Gewoon een gezin, bijvoorbeeld. Ja. Dat is al eigenlijk al genoeg. Zeker. Met alle gedoetjes die een gezin meeneemt. En eventueel andere dingen. En dan de presentatie hadden we. We hebben afgelopen week... Ja. Nou, boek gelezen. Nee, niet. Nog niet weer? Kun je zo dat boek pakken? Jawel, nu kan het gewoon. Het is nu mag het. Het is in de winkel. Ik kan zelfs een beetje bladeren. Zo. Oh, dat is wel leuk. Dat is moeilijk, maar dat ga ik wel doen. Kan je dat zien? De benen van Isa. Oh nee, het zijn mijn benen. Oh, ik weet het niet meer. Dit zijn mijn benen. Oh ja. Nou ja, weet je? Het is een mooi boek. We zijn er echt vol met recepten en verhalen. En mooie foto's van Mark Uyl. En recepten van Suzanne Verzuur. En Mark Jolen heeft onze oefeningen gedaan voor de training. En we zijn heel blij met het boek. Ja. Go and get it, honey. Go and get it. Oh, dat vroeg iemand nog. Ik heb een sticker erop, maar hoe moet dat? Ja. Dan ga je dus. Wat ga jij doen? Hier staat het, hè? Ja, op pagina, eigenlijk de pagina voor inhoud. Hier staat precies hoe je die korting kunt inwisselen. Dus. Dan weten jullie dat. Want voor staat alleen een sticker. Ja. Deze. Snap je? Oh, mijn gember gaat in mijn mond. De lancering was goed, hè? Nou ja. Ja, nou ook daar gaan wij weer door. Dat weet ik dan weer niet. Zitten wij weer heel hard te werken aan onze platform. Ja, het is ook een aankondiging deze vlog dat we volgende week niet vloggen. Nee. Want we hebben, ja, dat is, oh ja. Kijk, we zijn bezig met de lancering, hè, van ons platform. En we hadden hem nu op 7 mei gezet. Maar het is natuurlijk heel stom. Want het is in de vakantie. Het is gewoon in de vakantie. En als je vakantie hebt, moet je vakantie nemen. Ja, en je mag wel een vlog kijken, daar gaat het niet om. Maar we gaan hem niet maken. Nee, we gaan gewoon vakantie nemen. Ja. We dachten echt van, hè? Dat is een beetje, ook omdat je zo in die work mode zit. En dus we gaan na de vakantie lanceren. Dus iedereen die met ons meewerkt, die krijgt nog een beetje meer rust. Kunnen we ook een beetje afstand nemen, is ook altijd goed. Er weer even naar kijken. Wat dingetjes aanpassen misschien. Ja, soms even iets laten liggen en dan weer oppakken. Dus we gaan ook nog geen datum roepen. Nee, we gaan Want anders blijven we aan de gang. Ja. We gaan jullie aan het werk zetten. Ja. Zullen we dat maar eens meteen aankondigen? We hebben een plan. Voor jullie. We hebben een winactie bedacht. 3 boeken gaan we weggeven. Oh, bij deze. Ja, vind ik goed. Oh, ja hoor. Ik dacht dat we dat... Het is het eigen potje, maar dat is helemaal goed. Gaan we regelen. 3 boeken. I Am Life boeken. Ja. Die gaan wij 11 mei, dus daar zetten we wel even een datum, dan gaan we weer vloggen. Ja. Oh, 11 mei is vrijdag, maar dat maakt niet uit. Zaterdag 12 mei. 12 mei. Sorry. Ja. Gaan we 3 winnaars, winnaressen of win. Nou, mag ook een man zijn. Zeker. En wat jullie dan moeten doen, is... Twee dingen eigenlijk. Jullie moeten in actie komen. Ja. Voor ons is het vakantie. Wij gaan op vakantie. Maar jullie moeten iets gaan doen. Volgers regelen voor ons. Ja. Dat klinkt heel hard, maar wij zien namelijk dat onze doelgroep, hè, vrouwen van 40 plus, 45 plus, niet zo op YouTube zitten. Terwijl wij krijgen best wel interessante reacties van vrouwen die wel naar ons kijken. Van jeetje, wat goed en wat fijn. Dus wij willen eigenlijk die beweging wat groter gaan maken. Dat is onze missie sowieso met de boeken al. Ja. Dus we willen en daar hebben we jullie dus echt voor nodig. Dus dat je ook aan je vriendin het vertelt.
En die het ook weer aan haar vriendin vertelt. En dat ze dan abonneren op ons YouTube kanaal. Ja, kost niks, hè. Kost gewoon, niks. Gewoon een klikje op de knop. Maar dat helpt ons wel enorm. Dan hebben we een groter bereik. Dat helpt ons heel prettig. En dan zou het ook leuk zijn als jullie een berichtje sturen of via YouTube. Vertellen waarom je vindt dat... Dat wat wij doen zo goed is. Ja, of dat je, waarom je dit boek wil hebben. Ja. Dus dat mag je ook zelf. Het is een beetje... Het is niet zo'n winactie van doe dit, doe dat. Maar het is meer een vraag aan jullie. Van kunnen jullie ons helpen aan meer abonnees? En dan kiezen wij... En dan gaan wij boeken geven. Drie mensen uit die wijk. Het wordt ons eerste cadeautje. Ja. Wat we gaan geven. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Ja. Cool. Dus dat is de opdracht voor deze komende 2 weken. Hè? Dus je hebt gewoon ruim de tijd. Je hebt ruim de tijd. Gewoon relax. Maar doe het gewoon wel. Want ik krijg elke keer opdrachten van Medina ook. Dat ik bijvoorbeeld op Facebook, want dat kunnen jullie ook doen. Dan moet je de mensen uitnodigen. Gewoon om iets leuk te vinden. Maar je kan ook een leuk berichtje maken op Facebook bij jezelf. En dan zeggen, volg deze dames. Want het is leuk of het is nodig. Hoe jullie dat ook zien. Ja. Zou leuk zijn. We zijn heel benieuwd. We zijn heel benieuwd. Of dat gebeurt. Of dat gaat gebeuren. Steeds minder abonnees hebben. En ik denk, ik wil er vanaf. Ik wil er vanaf van die wijven. Oh nee, dat zou toch erg zijn. Ja. Nou ja, als dat het is. Dan is dat, is dat het. Ja, precies. Ja, dus het leuke is wel, dat zei je vorige keer al met het platform, met onze website. Het wordt wel steeds beter. En dat is, vind ik zo cool aan, dat we elke keer weer teruggaan naar, nee, maar wat willen we nou? Wat is nou ons doel? Ja. En dat we elke keer weer, oh ja, dit kan nog even opzij en dat gaan we later toevoegen. En hoe willen wij het doen? Ja, dat vind ik ook, je kan heel erg het bedrijfsmatig een bedrijf opzetten met alle regels die algemeen... bekend zijn. En wij denken de hele tijd van, maar wat willen wij? Al weet dat die regels trouwens niet altijd hoor. Het is wel gelukkig met van de regeltjes. Nou ja. En, ja, hoe willen wij het? Ja. Wat voelt goed? Dat doen we de hele tijd, hè? Ja. Ik vind het ook wel leuk hoor. Ik merk het zelfs dat ik nu in gesprekken met Vlinder en Marlijn toepas. Dat is voor mij ook bijzonder. Ja. Ja. Ik ben heel snel hier. Ja. Ja, ook heel snel zo schakelen. Niet, hè? Ja, wie misschien niet? Wel veel meer mensen. Dat weet ik dus niet. Maar ik vind het heel fijn dat ik daar steeds meer naartoe ga. En, oh, en wat ik nog wilde zeggen, wat ik zo leuk vond in de reacties op jouw laatste vlog. Oh ja. Gekkie. Dat er heel veel mensen complimentjes gaven. Dat we het zo leuk doen. En dat is heel fijn om te horen. Maar geef je jezelf nou ook wel eens zo'n complimentje? Dat je het goed doet. Oh ja. En dit komt misschien wel een beetje omdat ik natuurlijk 5 dagen met Tony Robbins ben geweest. Ja. En daar heb ik nog niks over verteld. Maar dit was wel een van de dingen. Eigenlijk celebrate was een heel belangrijk thema. Vieren van dingen. Vier je leven. Vier jezelf. Maar ook geef jezelf complimenten. En zorg zelf dat je een hele fijne dag hebt. Kijk, je weet nooit wat er gebeurt op een dag in je leven. Dat zijn dingen die kunnen je overkomen. Maar hoe ga je ermee om? Dat is wel weer aan jou. Dus ik hoop dat mensen zichzelf ook vaak zeggen dat ze tegen zichzelf vaak zeggen dat ze iets goed doen. Ja. Want dat is fijn. Dat geeft je namelijk een lekker gevoel. Ja. En als je zelf veel lekkere gevoelens geeft, dan wordt je dag gewoon fijner. Ja. Het is eigenlijk heel simpel. There's no rocket science in this one. Nee, goeie. Zit er even over na te denken. Doe jij dat? Moppie? Moppie. Ik ben er wel... veel mee bezig de laatste tijd. Dat ik een zachtheid... Nou, bij mij vertaalt het zich heel erg... niet van goed gedaan, maar dat vind ik altijd... denk ik. Dat bedoel ik ook niet. Nee, maar om even helder. Het is meer een soort van... ah, meisje, je bent goed bezig... of je hebt het zwaar nu, maar... en daaronder zit dan altijd een zachtheid... naar mezelf toe. En ook als ik dat soms vergeet... dat ik dan denk, ah ja, je bent het echt even vergeten. Ja. Maar die zachtheid vind ik... iets heel moois. Ik denk ook dat dat uiteindelijk de kern is, wat jij nu zegt. Maar soms moet het daarmee beginnen. Ja. Dat je dankbaar met bent. Met een bewust... een zeggen van goed gedaan. En ook als je wel een keer zo nog, hè? Ja. Als je maar daarmee begint, dames en heren. En heren. En kinderen. Ja. Het is ook goed om je kinderen dat te leren. Nou, bijvoorbeeld als je gaat slapen. Het is ook zo'n fijn moment. Hmm. Ik heb soms zo dat ik nog, dan ga ik liggen malen en dan schrijf ik weer dingetjes op. Maar denk ik, oh ja, dat moet ik nou gewoon loslaten. Ik ben gewoon dankbaar. Het is zo fijn om dankbaar te zijn voor je dag. De positieve dingen te zien, want ik zie altijd wat ik allemaal had willen doen, nog niet heb gedaan. Het is best wel ondermijnend. Zeker, ja.
herken jou volgens mij. Ah, dus herken ik, daar zat ik een beetje in klem afgelopen dagen. Week, dagen. Ja. En mijn systeem stond die jongen niet. Hier is afcomplimenten te geven. Yeah, I'm great. Nee, dus dat vond ik heel interessant. Jij zat dus in zo'n zelfontwikkelings cursus. En ik zat eigenlijk dus een beetje thuis en aan het werk. En ik voelde aan mezelf van nee, dit is niet goed. Alleen maar to do. En die lijst wordt gewoon elke dag langer. Die stopt niet. Die wordt eigenlijk elke dag weer langer. Want je komt hier niet aan toe, daar niet aan toe. Ja. En dat doorbreken, dat was echt bij mij even nodig. Even de uitstappen, want anders wordt het ook veel te serieus. Ik werd veel te serieus. En dat is helemaal niet zo leuk. Je zei, ik vind mezelf niet meer zo leuk. Nee, ik vind mezelf niet meer. Dus, ook een goeie hoor. Te serieus en een beetje van, oh dit lukt niet, dat lukt niet. Een beetje heel erg in mijn hoofd. En vroeger leefde ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, vaak zo. Had ik het niet door, dat bewustzijn had ik niet. Dus nu gaat mijn systeem ook letterlijk zeggen, dit wil je niet meer. Dit hebben we niet afgesproken voor deze tweede fase. Ja. Maar ze zijn dat is opgevoed, hè? Ja. Opgevoed van hard werken, niet zeuren, terwijl... Ja. Een slimme zeuren. Meid is op haar toekomst voorbereid. Ja, die ook. Nou, die geldt op zich nog steeds. Alleen moeten we hem anders pakken. Ja. Want ik vind het nog steeds gelden voor ons. Ja. Dat we daar slim in moeten zijn. Zeker. En dat is gewoon een andere weg zoeken. Ja. En ik denk, als mijn moeder nog geleefd zou hebben, dat ze alleen maar zou denken, oh, wat goed zeg. Ja. Ik denk dat het helemaal niet iets is dat zij dat niet wilden. Nee. Maar het was gewoon een andere tijd. Ja. Dus ik ben wel dat is wel leuk. Mijn moeder die leeft wel. En die groeit eigenlijk heel erg mee. Zie door wat wij nu doen. Ja. Dat inspireert haar ook weer. En dan gaat ze ook weer meer doorbloeien. En dat is wel mooi. Dus ook oudere vrouwen die dat niet in hun jeugd hebben meegemaakt. En die ons hebben opgevoed. Ook jullie moeders. Die kunnen ook weer door jou geïnspireerd raken. Ja. Dat is wel leuk. Ja, toch? Daar worden wij wel blij van. Dan krijgen wij zo'n smiley van. Allee. Dit is het volgens mij. Ja. We gaan op vakantie. Ja, we gaan... Bijna. Bijna. Nog even ons to-do-lijstje afmaken. Kijken of we iets kleiner komen. Op zaterdag. En dan wensen we jullie twee fijne weken. Ja. Als je weggaat of niet. Ga lekker in ontspanning. Doe lieve dingen voor jezelf. Met je gezinnetje als je dat hebt. Zacht zijn voor jezelf. Ja. Oh, dat kan je ook. Dat je deze vakantie zacht gaat zijn voor jezelf. Kijken wat er gebeurt. Ja. Wel volgers genereren. En volgers genereren. Heel veel. Een beetje erbij zelf. Dat we op de 10.000 zitten. Over 2 weken. Good luck. Good luck. Zet hem op. Doeg.